Ja, Erno is een eigen PowerPoint even opstarten. Het is een tijd ook, want ik weet dat hij nogal uit kan lopen. Dat is die waar. De meest gestructureerde van de academie van de weer. Kijk, hij is de enige. Kijk, want hij is de eeuwige student van de Universiteit van Middelbeers. Onderwijsjournalist, auteur, spreker, trainer. En hij gaat het hebben, zijn thema is de impact van nieuwe technologie op leren en leven. Zoiets? Ja, dankjewel. Wil je zelf op het knopje drukken? Met deze slide, 2030, 2080, begin ik heel vaak tegenwoordig mijn presentaties op school. Ik probeer op school om te vertellen over de impact van ICT op onderwijs en technologie op onderwijs. En dan vraag ik altijd van waarom zou ik nou deze jaartallen op het scherm hebben gezet? Het valt me altijd op dat het dan altijd akelig stil blijft in zo'n zaal. Het kan misschien verlegenheid zijn en misschien overvallig zijn. De jaartallen geven uiteraard aan, hè, een leerling die nu in 2014 aan zijn schoolcarrière begint, die komt in 2030. Komt hij als burger, als hopelijk werkende. Daar gaan we vandaag achterkomen of dat dan nog is. Maar je komt dan in die samenleving en dan krijg je verantwoordelijkheden, dan moet je gaan stemmen, et cetera, et cetera. En dan moet je zo'n 50 jaar moet je toch minimaal leven dat je als bejaarde mag eigenlijk niet van je oude dag. Nou, deze periode, als je dat ziet in het licht van de huidige ontwikkeling, is natuurlijk ontzettend. Er gaat ontzettend veel gebeuren en zeker na 2080. Ja, hoe ziet die wereld er dan uit? We hebben totaal geen idee. Dus we hebben ook op school eigenlijk geen idee hoe je ze zou moeten voorbereiden. We hadden het al even over die chauffeur en de zelfrijdende auto. Ik laat dan ook even dit filmpje zien, hè, van die taxichauffeur, hallo nu, die dan keurig iemand van A naar B brengt. En dan krijg je dadelijk dat filmpje te zien van die Google-auto die in dit geval eigenlijk hier op de hand komt. En de chauffeur van de straks van de 21e eeuw. Deze blinde man die eigenlijk gewoon in de auto kan stappen en tegen zijn auto kan zeggen, ik wil daar naartoe. Ik zal hem niet helemaal laten zien, want jullie kennen het allemaal al lang natuurlijk. Ik laat ook deze plaatjes zien, hè. Het exoskelet wat er aankomt, wat natuurlijk allerlei dingen gaat veranderen. Die 3D-kopieermachine, een van de grappen die we altijd uithalen op de school in Amersfoort, was dat ik dan vertelde dat je dan aan je kapotte tuinkabout in kon zetten. En dan was het altijd even afwachten tot de eerste slimme leerkracht zijn hand opstak en die zei van, ja, maar als je die gaat kopiëren, dan heb je twee kapotte tuinkabouters. De hamburger waar geen dier meer aan te pas komt en je ziet daar een deep brain stimulation operatie in. We hebben dat in het dorp waar we vandaan komen, Raf komt ook uit Middelbeers, een man die dat ook heeft ondergaan om de symptomen van Parkinson, ja, dank je. Om dat te onderdrukken, waardoor hij nu weer redelijk kan functioneren. In de afgelopen maanden ben ik eigenlijk twee boeken tegengekomen die eigenlijk bij eenzelfde beeld oproepen. Een rapport dat heet Dancing with Robots en het boek Turing's Tango van Benny Mols. Ik heb Benny Mols ook gevraagd of hij hierbij aanwezig kon zijn vandaag om zelf het verhaal te vertellen, maar het was helaas verhinderd. En wat allebei de rapporten eigenlijk zeggen is dat we eigenlijk een nieuw soort samenwerking moeten zoeken met die technologie. En daar gaat mijn vraag van vandaag ook over, van hoe zouden we dat dan ook uiteindelijk ook in het onderwijs moeten een plek moeten geven. Al die nieuwe technologie, die mogelijkheden, het gaat zo snel, we moeten daar antwoorden op vinden en ja, daar moet je al vroeg mee beginnen, al op de school. Het is dus niet dit, hè? Turing's Tango is niet dat je gaat dansen echt met een robot, maar natuurlijk de beeldspraak die erachter zit. Wat betekent dat dan voor anders leren? Ik heb eigenlijk daar drie invalshoeken. En de eerste is, wat hebben we nou nodig om technologie voor ons te laten werken? Dus hoe kun je technologie slim voor je laten werken? Het is inderdaad, klopt dat jij het pas past, dat je inderdaad vertelt van ik heb een robot die voor mij het werk doet. Ik ben een. Was jij Ronald? Ronald, oh ja, ik was even kwijt van wie het kwam. Maar dat vond ik een mooi beeld. Waarin zijn we anders ten opzichte van robotstechnologie? Dus je hebt robots die kunnen iets heel goed. Wij mensen zijn uniek. Misschien is dat creativiteit, misschien is dat het mens zijn, waar zitten die verschillen?
En heel belangrijk, die vaak nog wel onderzocht zien. Wat vinden wij nou echt belangrijk? Wat willen wij dat ons leven eruit ziet straks? Een van de dingen die ik op school wil vertellen is van, ga bijvoorbeeld iets doen met filosoferen met kinderen. Laat kinderen eens nadenken over ethische vraagstukken en dingen die ze echt belangrijk vinden. Over hoe je met elkaar samenleeft, over allerlei dilemma's. Die drie vragen, die heb ik een beetje uit die rapporten gehaald. En ik ga volgens mij heel goed binnen mijn tijd blijven. Want dit is eigenlijk mijn vraag. Hoe leren we een nieuwe generatie dansen met robots? Je hebt robots, al die nieuwe technologie die heel pas afkomt. Hoe leren we kinderen daar een goede plek in vinden vanuit het onderwijs? Dat was het eigenlijk al. Dus... Nou, dankjewel.